Randje Buitenspel, de podcast. Oh mensen, welkom terug. We hebben tijdens deze podcast even gehad over of er een harde of een zachte evaluatie zou komen. Dat is het ding. Wij zetten net de uitzending zetten we stop. En toen kwamen we achter dat het voor in ieder geval voor Louis van Gaal zelf een hele harde evaluatie is geworden. Want hij is beland in een rolstoel na een val op de heup. En ik zie hier, hij viel op zijn heup en bracht vervolgens een bezoek aan het ziekenhuis. Een operatie is niet nodig. De kwetsuur zal vanzelf herstellen. Maar hij is neergekomen. Ten val bij het neerzetten. Bij het neerzetten van zijn fiets. Ja. Bij het neerzetten van zijn fiets. Dus hij heeft al gefietst. Ja, wij zwemmen in Bacardi Lemon. Nou, ik zou wel grappig vinden dat hij die karatentrap nou nog een keer gaat doen tijdens de wedstrijd van Noorwegen. Dan zit hij in die rolstoel en dan moet Danny Blind moet gaan tillen. zie je hem al met Blind opkomen naar de dugout. Zo'n heel zielige man in een rolstoel. Maar is het een protest om niet te gaan staan tijdens het volkslied? Nee, het is gewoon dat, en dat een van de spelers de wind uit de bandjes laat. Of we gewoon al voorsorteren op deelname aan de Paralympics als we het WK mislopen, dat kan ook. Ja, of hij er helemaal genoeg van, hij wil nu eindelijk een goede parkeerplaats. Ja, je wordt er kreupel van als je ernaar kijkt. Als je een bondscoach hebt die bij het wegzetten van zijn fiets zijn heup breekt, dan weet je dat je bondscoaches niet heel ruim in je velletje hebt gezeten, toch? Iedereen zegt altijd van fietsen is altijd gezonder dan met de auto gaan, maar dat gaat bij Van Gaal niet op. Ja. Nou jongens, dit is wat je krijgt 4 minuten nadat we hem af hadden gesloten. Ik zie het ook nergens verschijnen. En waar haal je dat nieuws vandaan? Voetbalzone.nl. Hij is in een rolstoel. Op nu.nl zo. Zo meldt het Algemeen Dagblad. Nee, daar stond nog niet op. Via het Algemeen Dagblad. Oké, want volgens de krant zit de trainer in een rolstoel. Volgens de krant ook. Nou, dat zie je hoor, als iemand in een rolstoel zit. Desondanks wil hij bij de groep blijven om Oranje naar het WK in Qatar te leiden. Ja, maar die heeft natuurlijk gedacht dat niemand in de Kuip mocht zitten. Dat jongens, hij dacht, dit is ja, gewoon ik geweldig zorg voor de nieuws. Dit is gewoon geweldig nieuws, want de komende wedstrijd verloopt het rolletjes. Nou, volgens mij moeten we met deze knaller gewoon weer eruit. Ja, pak die tickets maar naar Qatar. Bam! Hij heeft in ieder geval wel nu een band met zijn spelers weer. Twee zelfs. Hij is nog steeds sneller dan Daily Blind. Het springt ook hoger dan Daily Blind. Ja. Randje Buitenspel, de podcast. Ja, lieve luisteraars, welkom bij aflevering nummertje 30 van Randje Buitenspel, de podcast. De voetbalpodcast zonder kenners, maar met enorme supporters van verschillende clubs. Vertegenwoordigd worden Ajax door Wilco Terwijn. En FC Twente door Thijs Kemprink. En tot slot PSV door Rob Schepers. Maar deze week wordt iedereen vertegenwoordigd het Nederlands elftal. Nou, liever niet. Liever niet. En natuurlijk, het was een behoorlijke butweek, want supporters worden geweerd uit de stadions. Nederland in de laatste 10 minuten scoren 2-2. En blijkbaar hoorde ik al van tevoren dat Bijlo overal de schuld van krijgt. Dus laten we daar mee beginnen. Ja, Rob. Montenegro scoorde 2-2. Dat is wel even een herstelpuntje. Moet ik mijn hele intro even opnieuw doen? Nee. Maar het is wel inderdaad, bij de 2-2 zou je zeggen, Blind zou iets mogen doen om in te grijpen. Het is een hartpatiënt. Het is een hartpatiënt. Vind ik niet fair. Het is een hartpatiënt. Iemand zei in het verslag stond, hij ging het kopduel niet goed aan. Toen zei iemand, kopduel zou suggereren dat hij überhaupt mee heeft gesprongen. Ja. Dat heeft hij niet. Maar volgens mij, nee. Volgens het is iets als dat je twee stoten op je bek hebt gehad en dat je tegen iedereen zegt, ik heb in een vechtpartij gezeten. Nee, je hebt gewoon twee stoten op je bek gehad. Ja, leg je vrouw dat altijd zo uit, Wilco. Nee, maar het was gewoon een nadeel dat hij, en dat heeft meer te maken met dat ze ook niet op een heel goed veld stond voetbal, maar keepertje gleed uit, dat was het.
Maar het lag aan de keeper. Dus dat Koopmeiners zijn man laat lopen. Die heb ik echt nog nooit zo slecht zien. Oh, wat was die slecht. Heeft de wedstrijd daadwerkelijk gezien? Want ik kan nu heel interessant gaan meepraten. Ik heb alleen de samenvatting gezien, want ik stond op het podium. Nou, dus eventjes, wie van jullie heeft de wedstrijd echt helemaal gezien? Ik heb hem gezien, Thijs. Maar ik heb wel hele momenten afgedwaald. Ja, nou, dan kunnen wij er dus eigenlijk niks over zeggen. Jawel, ik heb hem wel gewoon helemaal gekeken. Maar het was echt heel erg moeilijk om doorheen te gaan. Je kan kijken. Ik bedoel, je kan kijken en gewoon ook ondertussen aan heel andere dingen denken. Ik had de mazzel. Ik zou eigenlijk een festival presenteren in een vol Ahoy. En dat ging niet door voor 10.000 man. En ik zou bluff aankondigen. En in plaats daarvan werd ik getrakteerd op Montenegro, Nederland. Dat was echt... Oh, feast your eyes on that one. Je hoeft bluff niet aan te kondigen. Dat is ook mooi. Ja. Ik bedoel, hey, wie wil bluff nou aankondigen? Je moet ook principes hebben, Tim. Ik weet niet wat erger is, hoor. Maar die ballen songteksten van bluff of het verdedigen van blind. In beide gevallen verkeerd vak gekozen. Nee, maar ik had die weet erop wel. Jij hebt dat volgens mij een keer gedaan, die handsitting in Zwolle. Ja. Ja, die zou ik dus zaterdag doen. Dan treedt de prins af die het was. En daar hebben ze ook een handsitting bij. En daar moest ik spelen. Maar goed, ik mocht dus ook thuis blijven, helaas. En ik vind het wel mooi, want mijn broer heeft echt niks met voetbal. Maar zijn vrouw die kijkt nog wel eens. Dus hij moest meekijken. Toen appte die mij, wat ben je aan het doen? Of ben je aan het optreden? Ik zei, nee, is afgelast, gecanceld. Ik kijk voetbal. Nee, maar waar is dan voetbal op? Ik zeg, op Nederland 2. Noem je dat voetbal? Ik denk, goh, mijn broer begint lollig te worden. Maar ik heb wel de hele wedstrijd gezien. Maar inderdaad was het echt heel moeilijk om de hele wedstrijd te kijken. Ja, je zit op een gegeven moment... Oh, moet ik niet ook nog administratie doen? En wat zullen we morgen eten? Dat soort gedachten. Ah, en het was wel zo. Kijk, als dat zo'n wedstrijd is... Ik had ook niet anders verwacht daar. Zo eerlijk ben ik ook. Het zijn ook stelletjes schoppers. Maar als je dan 2-0 voor staat... Ja, maak het af, ben je klaar... Nou, laten we wel wezen. Echt... Die eerste helft was geen reet dan. Je krijgt een penalty. Die schiet Memphis er prima in. Dat was toch ook niks. Die penalty. Het was ook een cadeautje. Was gewoon, hij zat nog net niet in de schoen. Laat ik het zo zeggen. Die penalty. Maar, is Sinterklaas al in het land? En op de schoen was het. Maar Davy Klaas, die heeft wel zo'n gezicht. Hij denkt, die zet nog steeds zijn schoen. Ja, en zingen. Heel veel zingen. Davy Klaas heeft ook een gezicht dat hij er beter uitziet als hij zich verkleedt als Zwarte Piet. Dat zeker. Dat is de enige waarvan die mensen in de discussie zeiden, doe jij maar gewoon smink op. Dan in jouw geval vinden we het niet zo erg. Maar goed, nee, cadeautje. Was wel goed ingeschoten, hoor. Ja, was een goede panel. Maar ik heb verder ook niks gezien. En het de tweede helft begint. Binnen 5 minuten ligt hij echt goed in het netje. Dus de eerste goede uitgespeelde kans vanaf de zijkant. En Memphis die maakte met een hakje. Zo achter het standbeet langs. Fantastisch af. Dus je denkt, appeltje, eitje. Misschien dat er nog zo direct een beetje ruimte op staat. Misschien gaan er nog een paar goals vallen. Dan rol je die ploeg met 4-0 op. Zo zou het eigenlijk moeten gaan. Wat zei die presentator? Wat zei die ook alweer? Nederland kan nu gaan freewheelen of wat maakt hij ervan? Zoiets zei hij na de tijd. Zo goed heb ik niet op die gast gelet. Nou, maar, en wat ze ook riepen is, en dat fascineert me altijd, hij achter zijn stambeen en toen zeiden ze, goede spitsengoal. Kan een middenvelder nou ook een goede spitsengoal maken? Dan vraag ik me af, want Depay maakte misschien gewoon een fantastisch doelpunt. Ja, goede spitsengoal. Ik denk, wat is dat? Of hij is... Dit kan het in ieder geval niet. Nee. Of hij is vroeger gewoon op de groenteafdeling van de Lidl opgevoed. Spitskool, rodenkool. Ja, sorry, maar het is allemaal lul. Het niveau van deze podcast is nu al hoger dan het niveau van Nederland. Apenkool. Helmut Kool. Kan ook Bernard Kool. Jurie Kolf. Dat is wel leuk als je die wij zaten samen ook te kijken. En dat, we zijn na 10 minuutjes al zo. Hij heeft wel direct al 3 clichés ingegooid. Wat die presentatoren altijd doen. Hè? Die verslaggevers. Ja. Al voor die standaard zinnetjes. Dat ik denk,
Jezus, hou er nou mee op, man. Old school. Ja. Oh, jij blijft in een woordgraaf. Ja. Ik moet altijd even op gang komen. Ja, maar wij Tukkers zeggen ook nooit school, maar wij doen altijd naar de K. Dus wij zeggen altijd, die gaat naar school. Dus bij ons is alles cool. Dat is een beetje zoals in West-Friesland het ook altijd zeggen. Ze zeggen ook altijd skaar en skol. Dat soort, die CH. West. Proost. Skol. Skol. Ja, skul. Skol. Dat is Deens of zo. Was het ook bier? Skol. Ja. Ja, nou. Maar volgens mij is dat Deens, toch? Of niet, Wilco? Ik kijk even naar Wilco. Scandinavisch. Scandinavisch, laten we het daarom houden. Hoeveel we nu al zijn afgegleden van voetbal. Gewoon omdat het ons totaal niet interesseert. Nou, het gaat er wel over. Jongens, het was wel huiswerk, even. Hoor. Deze wedstrijd was huiswerk. Ja, maar dat is ook wel. Het is wel dinsdag. Dinsdag is dan tegen Noorwegen en er mag geen publiek bij zijn. Maar ik denk ook dat iedereen daar blij van is. Ja, maar als in de verslagen na afloop wordt gezegd dat je Martin de Roon op het middenveld hebt gemist. Dan weet je dat de wedstrijd niet best was. Want dat is mooi, hè? Want ik heb vorige week natuurlijk die ode aan de waterdragers gehad. Nu missen we dus Martin de Roon op het middenveld. Dat is nu de holy grail. Terwijl, volgens mij, want dat was het, jongens. Er was natuurlijk discussie, hè, de keeper, daar irriteer ik me aan, omdat er van tevoren wordt gesuggereerd, moet Bijlo wel nummer 1 zijn. Ik denk dat je een keeper gewoon het vertrouwen moet geven. Dus Hans Kraaij begon en die Louis van Gaal, die geeft hem ook lekker vertrouwen door te zeggen, hij is helemaal niet zeker van zijn plek. Volgens mij moet je bij een keeper net even wat meer vertrouwen geven dan een veldspeler. Maar uiteindelijk ging er natuurlijk ook de discussie tussen Depay en... Virgil, zoals die tegenwoordig wordt genoemd. Virgil ja, en Memphis. Dat was wel ontluisterend, hoor. Die twee interviewtjes achteraf. Waarbij je ziet dat ze allebei op een totaal ander spoor zitten. Echt, dat was bizar. Ja, maar... En ook hoe makkelijk... Het enige wat mij wel opviel was dat... als Frenkie de Jong weg is, dan zie je... Dat valt wel heel erg op. Want hoe slecht we ook spelen, dat vind je echt heel goed, hoor. Dat viel me echt nou, maar dat is ook met Wijnaldum. Die wordt altijd verguisd. Maar dat is natuurlijk ook de arrogantie bij 2-0. Gewoon even je middenveld. Je centrale middenvelders wisselen. Ja, want zowel Frenkie de Jong... Frenkie die had een blessure. En Wijnaldum die ging er ook uit. Want die was zogenaamd onzichtbaar. Maar ja, dat zogenaamd onzichtbaar zit hem ook in het feit dat je al die vuile meters tussen al die... Al die kuts... weet je wel, De waterdragers zijn ook onzichtbaar. Als Bijlo onzichtbaar was geweest, dan hadden we gewonnen. Nee, dat is niet waar, Rob. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar, nee. Maar op het moment dat je onzichtbaar bent, houdt over het algemeen ook in dat je een prima wedstrijd... Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Hè, want op het moment dat je onzichtbaar bent, dan heb je dus geen mooie dingen, maar ook geen slechte dingen gedaan. Nee, maar... Heb je waarschijnlijk heel veel werk verricht en dan heb je gewoon precies datgene gedaan waar je voor in het veld staat. En ik hoor je net zeggen, ja, maar Bijlo heeft ook 3 ballen eruit gehouden. Ja, ik bedoel tegen AZ die week ervoor, is hij de man van de wedstrijd, is juist heel zichtbaar, omdat hij een paar onmogelijke ballen eruit houdt. Ja. Ik vind het, wat mij irriteert, en dat idee heb ik, als het een Ajax-ziet is die 1 goede wedstrijd in de competitie speelt, wordt hij naar het Nederlands elftal geschreven. En bij Feyenoord is het zo, of niet bij Feyenoord, maar bij alle andere clubs, zo'n Bijlo, die moest zich maar even bewijzen. Terwijl die Rensch en die Timber, Bijlo, die kwamen binnen nota. Uitspraak, wat ook niet kan, hè? Onmogelijke banden eruit houden, dan is het dus toch mogelijk. Ja, nee, maar... het is goed met je, Kempering. Jongens, dit is gewoon mijn man, hè. Dit is de enige, godverdomme, de enige Feyenoorder op de basis van het Nederlands elftal. Jij bent altijd moet ik een beetje beschermen. Jij bent altijd rustig aan, ik moet het allemaal editen, godverdomme. Ja. Ik moet al die geluiden weer naar beneden trekken met het geschreeuw. Jij hebt anders ook niks te doen op maandag. Jij bent altijd advocaatje van de duivel, je bent altijd in. Het was gewoon slecht van Blind, het was slecht van Koopman, het was slecht van het Nederlands elftal. Maar het was ook slecht van Bijlo. Ja. En slecht van Van Gaal. De beste keeper, hè? Hij staat niet ter discussie. Maar je kunt het gewoon benoemen. Ik heb alleen de samenvatting gezien. Ik heb Bijlo 3 keer gezien en 3 keer was het gewoon niet heel sterk. Oké, dan geef ik je die, maar de discussie is er wel degelijk. Discussie is er niet vanwege Feyenoord.
Die discussie is er gewoon omdat we gewoon geen sterke keepers hebben. Ja, hij staat voor de wedstrijd, wordt aan Louis van Gaal gevraagd, Sillissen. Ja, maar... Dan wordt er een soort, nee, maar dan gaat het... Ik zal wel Calimero zijn, maar Rob heeft soms ook die functie in deze podcast. Maar ik vind echt dat op het moment dat het om een Ajax-speler gaat, dat hij gewoon sneller in dat Nederlands elftal wordt geschreven. Ja, dat is dan allemaal fantastisch en dat is goed en dat is niet normaal. En de licht moest erin, terwijl De Vrij gewoon bij Inter Milan de Sterren van de Hemel speelt. Het is allemaal zo snel en zo rap omhoog geschreven. Maar het is wel zo dat ik bedoel dat wij zijn hier zo met z'n viertjes bezig. En ik zeg niet dat Bijlo niet. Ik vind dat Bijlo de eerste keeper moet blijven nu. Vind ik die ook. Die doet ook, verder maar... goed. Alleen, het doet verder goed. Alleen het zag de zaterdag slecht uit. Hey, mag dat, die geef ik je. En dat was ook zo. Alleen ik bescherm hem omdat ik al zie dat daar nu een soort... in de media een soort ding van wordt gemaakt van moet Bijlo nog wel de eerste keeper van Nederland zijn. En Louis van Gaal doet er zelf aan mee door te zeggen, nou, weet je, hij is helemaal niet zeker van zijn plek. En ik snap dat je nooit zeker kan zijn voor je plek in het Nederlands elftal. Maar ik vind dat de keeper ten alle tijde wel iets meer krediet mag krijgen. Want als Bijlo of een keeper hè, in dit geval een foutje maakt, is het vrij vaak cruciaal. Terwijl inderdaad die Koopmeiners, die liep gewoon niet mee met zijn man. Die dacht gewoon, wow. God, lukt wel. Was hij slecht hier. Weet je wat het is? En daar heb ik bij... we hebben dus nu een drommel. Hebben wij niet. En daar heb ik... Wie? maar ik mis de keeper... En die hebben wij hier in Nederland al tientallen jaren niet meer. Ik mis een keeper als Van Breukelen. Die gewoon een achterhoede op zijn flikker durft te geven. En die daar staat en die straalt uit. Kom maar op. En probeer het maar om mij te passeren. Drommel heeft de uitstraling van een naaktslak. En Bijlo, een goede keeper. Het zijn geen mannen waar een tegenstander bang. Ik zou wel weer eens gewoon een knoest. Ja, maar dat vind ik dus Bijlo wel. Ik vind dat een coole kikker die gewoon... Maar hij is 23, hè? Hij is 23. Hoe was Van der Sar op zijn 23ste? Dat was ook een krokettenvanger. Het was ook een beetje een flaprol. Hij kon exceptioneel goed keepen. En Sillissen kon ook goed, maar het waren geen... Ik zie wel eens... Rob, ik zie dat bij Bijlo wel in de oogjes. Ik zie bij Bijlo, die durft ook aanvallen wanneer die mist. Gewoon een beetje cynisch uit te lachen bijna. En dat vind ik prachtig. Maar durft hij ook een verdediging op zijn plek te zetten? Ja, misschien is dat wanneer die 3 jaar verder is. Durft hij blind op zijn flikker te geven, dat hij niet meesprong. Nou, maar dat is ook ervaring en dat is ook hiërarchie. Dan wil ik eventjes als Ajax iets over blind zeggen, want ik vind het op zich... En terug naar Bijlo. ik vind dit wel heel erg belangrijk, want het is echt de enige van wie het hele Nederlands elftal dat geldt. Zijn vader zit gewoon op de bank. En dat vind ik toch wel gewoon... Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar vroeger... Nee, Wilco! Wij dachten dat je iets anders ging zeggen, maar dat je dit gaat zeggen. Nee, maar, wat heerlijk! Maar vroeger... Ik weet niet of je weet, maar als je dan... iemand is dan altijd coach van een jeugdteam. Hè? En dan was een verstandige coach... Die was dan ook een vader van een van die kids. Maar een verstandige coach was eigenlijk dan net even iets strenger voor zijn eigen kind... dan voor de rest. Omdat je dan... dat gevoel van dubbele petten niet heb. En dat gevoel heb ik niet bij Blind. Dat, zijn vader had gewoon hem eruit moeten halen. Ja, maar je hebt gelijk, Wilco. De zweem van belangenverstrengeling. Ja, die moet je gewoon voorkomen. Dat is gewoon ook niet goed voor zo'n groep. Dat is altijd een beetje dubbel. Als Blind in de wedstrijd zit, laat hij soms echt hele goede dingen zien. Ook qua passing en ook qua verdediging en alles... Maar je moet nu ook gewoon, je had hem moeten wisselen. Punt. Nee, maar wat is de reden? Even, want ik weet het antwoord wel. Maar wat is de reden dat Daley Blind in een elftal staat? Dat is niet zijn verdedigende kwaliteiten per se. Dat is niet zijn snelheid, dat is zijn passing. Dus dat is op het moment dat je dominant bent, dan is hij degene die pass van 40 meter verstuurt, weet je wel. Ik weet niet eens of 40 meter kan, of een voetbalveld zo lang is, maar dat maakt niet uit. Ja, ik zeg Feyenoord expert. Dit is al aan dat wij geen kennis zijn, hoe groot is een voetbalveld. Hoeveel schoenen is 40 meter? Nee, 40 meter, die durf ik nog wel aan.
Nee, maar waarom wordt daar niet even een verdediger bij gezet op zo'n moment? Dat is dan niet des Nederlands, maar zet er gewoon eens even iemand bij. Ja, wat jij zegt is wel waar, want je hebt inderdaad, als je gewoon lekker speelt Blind ook heel lekker. Dat zie je bij Ajax vaak genoeg gebeuren. Maar je had toch nu toch, ja, 2-0 en je zag dat het niet goed ging. Je zag dat bij het middenveld niet goed ging. Dan had je gewoon Blind ook moeten wisselen, want dan was die tweede goal niet gevallen. Was, sowieso iemand was wel meegesprongen. Ja, maar het is niet Nederlands om te zeggen in die laatste 10 minuten, weet je wat, zet er een verdedigertje erbij. En ik weet wel dat het achteraf gelul is, maar dat hele 4-3-3 en dat moet aanvallend en dat moet... Nee, het mag ook lelijk, want dat was het de hele wedstrijd al. Ja, maar ze hebben toch gewoon collectief gefaald, of niet? Ja, natuurlijk hebben ze collectief gefaald. Nee, ook Van Gaal heeft... Van Gaal zei die na de tijd direct. Ze zei van, het waren verkeerde wissels. Van Gaal direct, ja, ik heb het gedaan. Hij was cynisch, hè? Dat is wel leuk dat het leuke is dat het een keer niet loopt. En dan zie je die rode vlekken aanspannen in die nek van hem. Wat grappig is, dat als hij cynisch is, spreekt hij dus eigenlijk veel meer de waarheid dan als hij normaal bezig is met oreren. Dat is gewoon... Dat is wat hij denkt dat cynisch is gewoon de realiteit. Ja, maar het is toch ook... Moet er nou een harde of een soft... Daar had hij het ook over. Moet er een harde of een softe aanpak? Nee, evaluatie. De evaluatie. Moest dat hard? Ja, harde evaluatie? Krijg je dan een next? Ja, gaat hij de boel bij... Nee. Gaat hij de boel... Kom maar eens ochtends bij mij kijken. Ja. Ik kom Van Gaal de kleedkamer binnen met een sok met twee zeepjes erin. Nee, maar hij was toch ook die man met die gouden pik? Dus ik weet niet of een harde evaluatie... Of 14 karaats is of zo. Weet jullie wat er nog harder is dan een harde evaluatie? Harde evaluatie! Ja. Ik heb Sinterklaas nieuws gekeken natuurlijk. Hè. Ja, ik merk in die andere twee, die kijk ik in Sinterklaas journaal. Anders was het wel, is. Oh, kijk wel. Okay. Moet het hard of soft? Ja, dat was de vraag. Hè? Ging die de boel bij elkaar schelden of gaat hij het klaarzetten voor dinsdag? Ja. Ja, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat is aan Van Gaal dan wel weer toevertrouwd, denk ik. Ik maak me nog niet echt zorgen, hoor. Maar ik zou, ik zou me wel kapot lachen als het ook gewoon tegen Noorwegen misgaat. Want ja, ik heb ook. Zo weinig met dit elftal, ik vind het zo niksig. Ik vind het echt niksig. Ik vond het wel mooi dat na de boer toen Van Gaal kwam, liet hij wel zien dat de elftal echt kan ballen. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Ja. Alleen, ik heb helemaal niks met dat we naar Qatar gaan. Dat moet gewoon in juni een WK in een fatsoenlijk land zijn. En dat we niet naar Qatar gaan, zou ik niet gaan janken of zo. Denk ik, oh, boeiend. Weet je wat kut zou zijn? Dat ze daar dan dadelijk toch doorgaat. Want onder corona en dat er dan geen toeschouwers. Dan hebben ze daar allemaal super luxe, fancy, gekoelde stadions met geen hond op de tribune. Dan hadden gewoon in principe gewoon een veldje met een dakje buiten kunnen neerleggen. Dan hebben ze daar 20 stadions gebouwd. Dat was niks namelijk. Dan bouwen ze daar allemaal met allemaal faciliteiten en shit en sauna's en weet ik veel. En dan is er natuurlijk geen hond op de tribune. Dat zou ik heel grappig vinden. Ja. Ik heb er ooit op de pas gezeten in Dubai. Ik weet niet of je ooit in Dubai geweest. Nee. Op het terras, daar koelen ze buiten de terrassen. Dus dan zit je op het terras, dan staan er airco's te loeien om de mensen op het terras een beetje koel te houden. Sorry, dan ben je als land ben je dan ziek. Klaar. Maar het is wel leuk dat je nu een klimaattop hebt gehad, toch? Ja, maar 400 privévliegtuigen zijn ingevlogen om de mensen daar naartoe te brengen. Ah, ja, maar gelukkig, in 2070 gaat India stoppen met kolen. Ja, en toen was er gisteren iemand op televisie. Ja, maar jullie zijn er ook zo negatief over. Dus ik denk, 2070. Ja. Dus dat wij kunnen als landje, onze weilanden, gaan er mooie koetjes uit. Dan ploffen we helemaal vol met zonne-energie. En in India, wat ietsje groter is dan ons. Dat was geen grap. Nee, het is geen grap. Nee, 2070. Dus net zoiets als dat Maarten van Rossum belooft om in 2070 eindelijk deodorant te gaan gebruiken. Ja, je bent er blij mee, maar... Nee, maar het is nog dat... ver weg. Het is nog ver weg. Ik wil maken voor 50 jaar. Ja, maar weet je wat ook zo mooi is? Dat... Welke ambitie heb je dan voor... En waarschijnlijk halen ze het niet eens. Dat is nee, het... En, nee, en ik heb laatst een foto gezien in India. Dat je gewoon mensen in de gangen ziet wassen. Jij... En dat is gewoon chemisch afval waar je in zit te wassen. En dan komen we die enorme
pluk het schuim. Komen daar zo voorbij. Zo'n geel lichtgevend schuim. En die zitten dan te wassen, want het moet van het geloof. En die zien dan gewoon in één keer. Dan groeit er een oor op hun voorhoofd. Het is totale waanzin. Weet je wie daar ook zijn haar gewassen heeft? Ryan Babel. Ja. In de gangers. Maar het is wel mooi, want dat land zegt gewoon van ja, maar jullie hebben zoveel milieu vervuild in al die jaren. Wij mogen dat ook nog. Ja? We lopen nog achter met vervuilen. Dus maar dat het ook zo mooi is dat in Nederland wordt gezegd, wij doen het best goed. Ja, in verhouding met India wel. Maar het is ook zo grappig dat we hier zitten te zeuren over de plaatsing van waar gaat de windmolen? En de windmolen gaat misschien een paar mussen kapot maken. En dan hebben we weer een actiegroep red de geelgerande waterkever. En dan in India heb je gewoon 1 miljard mensen die op straat kakken. Hè? Wat denk je dan zelf? Nee, dat gaat lekker. Dat gaat lukken voor 2030. Je hebt een flatscreen op briketten. Dat licht. Nou, we hebben het toch over achterlijke landen. Maar we keken nog even de poeders door. Ik wist niet dat Belarus dat een land was. Wit-Rusland. Is dat Wit-Rusland? Ja, dat is Belarus. Maar waarom zitten ze dan Belarus en niet gewoon Wit-Rusland in de krant? Nou, omdat in Wit-Rusland kunnen ze heel moeilijk Wit-Rusland uitspreken. Ja, maar wij wel. En ik heb geen Belarusische krant, ik heb gewoon een Nederlandse krant. Zit er gewoon Wit-Rusland? Ik wist het niet meer. Belarus, waar is dat nou in één keer? Het hoeft mij ook geen Witberg in te zetten als het Montenegro is. En nee, Zwartbergen dan, hè? Negro is zwart, hè? Ja. Montenegro is Zwartbergen dan. Ja, Bergzwart. Bergzwart. Maar dit is altijd Wit-Rusland geweest. Ik moet nou in één keer Belarus heten? Ah, dat moet van hun dictator, denk ik. anders krijgen we geen gas meer. anders gaat die verslaggever, die krijgt gewoon zijn hand eraf gehaakt. Ja, ze noemen ons bij het Songfest gewoon Stefan Le Peiba. Ja. Nou, dan mogen wij gewoon hun nog gewoon... Rob, ik deel deze frustratie. Ik deel dit ook met het uitspreken van die namen. Daar hebben we het natuurlijk vaak genoeg over gehad. Antoni. Dat is toch ook een vernedering. Antoni. Jongens. Moeten we nog... ergens achter. Ik heb mijn laptop staat verhoogd op 2 van die IKEA bakken waar je dan papier in kunt zetten, van die houten. En ik heb een eddingstift. En ik ben aan het pielen en mijn eddingstift past op de millimeter nauwkeurig in het gat van dat ding. En daar kan ik echt ontzettend vrolijk van worden van zoiets. Je merkt dat... In mij wordt helemaal gek nu. Dat het precies... Maar echt, daar kan ik geen velletje papier meer tussen. Rob, dit waren het soort gedachten die je kon hebben tijdens de wedstrijd Nederland-Montenegro. Je merkt ook aan alles dat Rob koste wat kost het niet over Nederland-Montenegro wil hebben. Nou, ik wil dan. Moeten we het ook nog over de clubs hebben? Nee. Rob, wat wil je kwijt? Ja, niet veel. Ja, maar ik weet alleen dat er is een nieuwe. Bij PSV las ik vanmorgen hebben ze een. We moeten over een paar jaar moeten wij 3/4 van de selectie moet eigen opgeleide spelers zijn. En ik denk, nou, dan hebben ze nog wel. En minimaal de helft moet in de basis staan. Ze hebben eigen klimaattop gehad. En ja, eigen opgeleid, kan het dan ook zijn dat ze een cursusje hebben gekregen? Of zo? Ja, rijbewijs hebben gehaald, telt het ook. Nee, maar ze rekenen dan Madueke bijvoorbeeld ook nog tot deels zelf opgeleid spelen. Maar laatst, en daarom vond ik het opvallend, de laatste wedstrijd was, weet ik niet eens meer. Maar toen stond er uiteindelijk nog maar 1 Nederlander in het veld en dat was Drommel. Ja, dat was echt zo'n vreemdelingenlegio, hadden ze zo. Enige, dat stonden dus 10 gasten. Nou, die wil je er graag uit hem. Deze eraf. Vitesse is toch ook een Nederlander voor jullie? Nee. Wie? In Brabant is Vitesse toch ook gewoon een Nederlander? Ja, maar die stond er ook niet in. Oh, oké. Okay. Ja, maar Drommel was de enige die eruit wil hem. Nee, ik wil Drommel er niet uit hebben, maar Drommel vind ik een beetje... Nou, ik denk wel maar dat... Maar wij hebben een soort gelijke plannetje is... dat las ik dus afgelopen week bij ons in de krant. Dat is bij FC Twente nu ook... een soort beetje lange termijn planning waarbij dat ook wordt gezegd. En in ieder geval ook de vastigheid
van spelers die gekocht zijn. Wij moeten het uiteindelijk, voordat de competitie begint, nog iets te vaak met huurspelers doen. En dat is nu helemaal op dit moment nog niet zo erg, maar dat is altijd maar die tijdelijke oplossing. Dus bij ons zijn de plannetjes ook gepresenteerd om, in ieder geval over, voor mij was 3 jaar of zo, kan lang over, dat heb ik niet helemaal goed gezien, maar dan moeten we bij die subtop, maar dat we dan gewoon weer met één jongens staan. Maar wat is die percentage? Ik snap niet zo goed. Stel nou, Rob, dat PSV koopt waanzinnige talenten voor 1 miljoen. Weet je wel, 18 jaar. Niet zelf opgeleid, maar je hebt daar een waanzinnig elftal mee. Ik vind die percentages in dat voetbal altijd zo raar. Van dat moet zoveel moet bestaan uit eigen jeugd. Dit moet dat, dit moet dat. Dat vind ik een raar concept. Dat is allemaal terug te voeren op geld natuurlijk. Want ik snap het eigenlijk wel. Want je hebt dus bijvoorbeeld voor de rechtsback heb je dan Mwene en Theze. Mm-hmm. Ik vind dat op het moment dat je die keuze hebt en ze doen niet voor elkaar onder. Feitelijk kun je ze gewoon allebei op die positie zetten en ze zijn allebei niet heel erg top, maar ze doen het prima. Dan kies je altijd, lijkt mij, voor degene die zelf opgeleid is. En die nee, dat wel. Ja, maar dan gaat het uiteindelijk gaat het om geld. Oh, ja, met eigen volk eerst. Eigen volk eerst, principe. Nee, maar als je geen jeugd hebt, ik bedoel, het is ook een soort impulsieve, weet je wel, zo van, oh, dat is nu het ding, dan moeten we het allemaal eigen jeugd doen. Het had altijd het ding moeten zijn. Want ja. Als dat altijd het ding was geweest, dan hadden we nu ook gewoon een ruimere keuze aan keepers gehad. Ja. Dat komt omdat de topclubs jarenlang keepers van buitenaf hebben aangeraakt. Super fijn, hè, Onana? Maar daar heb je uiteindelijk, in de Nederlandse competitie heb je daar geen zak. Er is geen enkele keeper nog die doorstoot nu naar het eerste van Ajax. Ja, en als zo'n gozer aangekocht wordt. En ik snap het al, maar uiteindelijk heb je gewoon, je opleiding zit in Nederland. Dus moet je, vind ik, als topclub heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid om dan ook op het hoogste niveau spelers klaar te maken voor het internationale. Ja, maar dan nog, waar moet je de percentages aan plakken? Waar moet je zeggen, de helft moet ja, dit maar, maar dat je moet er iets aan streefbedrag. Je kunt gewoon zeggen, als je in de competitie bent, wil de top 3 eindigen of wil een linker rijtje eindigen. Oh, we zien wel waar we eindigen. Zo nee, maar dat is iets concreet. Want als jij bijvoorbeeld kosten wat kost zegt, we moeten half. Kijk wat Thijs zegt, van we willen bij Twente minder huurspelers. Dat is een heel concreet ding. Maar zeggen, de helft van de selectie moet uit zelf opgeleid bestaan. Ja, als ze er niet zijn. Als je net niet die kwaliteit hebt. Omdat je, jawel, maar Tim, dat is juist de bedoeling. Want als ze er niet zijn, dan kweek je dat nooit. Het moet een streven zijn. Als je naar AZ kijkt, toen ze uit de shit kwam, hebben ze heel veel qua jeugdopleiding gedaan. En als jij, als je een gezonde club wil wonen, en ik ben met je eens, hoor, of de 30% eigen jeugd, of 40%, of dat boeit mij niet zoveel. Maar de jeugdopleiding is ook van Twente naar Ajax gaan, of naar PSV, of naar Feyenoord, en daarna naar het buitenland. En dat is geld, en dat is cash, en goede jeugdopleiding. Ik vind dat vind ik belangrijk. Maar toen PSV bestond uit Van Bommel, Kersman, Van Nistelrooy, allemaal dat soort gasten, zei niemand toch, ja, maar er moet 40% moet uit eigen jeugd bestaan. Als het goed is, is het goed. Tim. Al die talenten die toen gehaald werden, die zijn nu op zijn 18e in het buitenland. En van het buitenland komt er ook amper iemand hier. Die wereld is wel veranderd in de afgelopen jaren. Dat snap ik. Maar bijvoorbeeld bij Feyenoord op dit moment heb je Trauner voor 1 miljoen gehaald. Pedersen voor 1 miljoen gehaald. Arsnes voor 1 miljoen gehaald. Ik vind het prima. Maar mij geen reet uit of die gozer uit Rotterdam komt. Zou ik leuk vinden. Maar het is wel zo. Als je goed beleid is goed beleid. En of dat nou met jeugd is of zonder jeugd is. Ja, maar als jij een perspectief wilt maken, Tim. Je wil een perspectief binnen. En je maakt een plan. En je zegt van, we willen met meer jeugd. Ja, maar hoeveel dan? Oh. Kijk, we beginnen gewoon. Ja, maar dan ben je wel afhankelijk van of er jeugd is. En hey, altijd jeugd. Op het moment dat je een goede doorstroom hebt, heeft je jeugdopleiding gefaald. Klaar. Ja. Ik ook. Dan ga je gewoon die jeugdopleiding beter maken. Dan komen ze vanzelf wel. Maar dit soort maatregelen is net zoiets als zeggen van, de aarde mag maar 1,5 graad opwarmen. En dan, als het wel gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan bedoel ik een beetje te zeggen. Het gaat mij helemaal niet om, want ik ben ook heel PSV erg voor eigen jeugd. PSV is eigen klimaattop, wil ik alleen maar even zeggen. Maar het voelt altijd een beetje, dat doen alle clubs. Het voelt een beetje zo van, oh ja, we moeten op jeugd inzetten. Nou, dan zeggen we, geven we 50. Want wat zei je, Rob? Hoeveel was het percentage? Ik geloof 3/4. 3/4 moet eigen jeugd zijn van de selectie.
Dat vind ik veel. Nou, dat vind zelf veel. Opgeleid. Zelf opgeleid. Dat wil niet zeggen dat ze vanaf de F'jes bij PSV. Nee, oké, maar dat kan dus ook iemand zijn die op een 16e of 17e. op een 17e aangekocht is en dan 2 jaar mee hebben gehobbeld met de jeugdopleiding. Ja. Oké. Natuurlijk, want je hebt ook nog genoeg. Wat ook gebeurt, dat wij hebben vaak genoeg dat we in de jeugd de jongens krijgen die bij een Ajax niet rennen. En waarvan iedereen zegt, maar het is wel een goed voetballetje. En dan wel, nee. Nou ja, er wordt volgens mij iemand even heel erg geappt. Ik weet niet. Ja, Rob die krijgt meteen berichten van... Dit is gewoon... Van John de Jonge. Ja. John de Jonge die komt er binnen. Ja. Schepen zou je bek, jongen. Dit was intern. Nee, maar weet je, luister. Jullie hebben keeper iets gehad natuurlijk. Ja. Zelf opgeleid. Op Hogwarts. Nee. Maar dat was een man die uiteindelijk de harten bij jullie gestolen heeft. Hè, dat is, maar veelal zijn de mannen die op grenzeloos vertrouwen kunnen rekenen vanaf de tribune, zijn de jongens uit de eigen opleiding, uit de eigen stad, uit de eigen regio. Dat zijn eigenlijk, daar kweek je ook de meest hechte band met je publiek mee. Als er nu 10 jongens aangekocht, leuk, Mwene en Boskagli en Sangaré. Maar die zullen nooit een band opbouwen met het. Dus het is ook een toekomstvisie om gewoon als club je ziel te bemaken. Dus ik vind het streven goed. Uiteindelijk vraag ik me af in hoeverre ze het waar kunnen maken. En dan gaan ze de grens ook verleggen. Ja, maar goed. Als ze een keer naar een wedstrijd van Jong PSV hebben gekeken op internet, dan vinden wij het ook dat ze... Dan pas je de maatstaf aan. Dan snap ik ook wel dat het niet heel reëel is of dat het moeilijk te meten is. Maar ik vind het even in ieder geval goed. Nee, oké. Okay. Nee, en dat snap ik. Overigens is het... De keeper zelf op moet leiden. Dat vind ik eigenlijk ook. Een zwaktebod. En wij hebben al jaren... Nou, ik kan me niet eens herinneren dat wij een zelf opgeleide keeper in de goal hebben gehad. Maar verdedigers kun je zelf opleiden. Keepers ook. Een spits moet je soms kopen. Maar... Nee, maar ik vind dat wel. Overigens is het bij Feyenoord zo dat ik altijd het vermoeden heb dat de jeugdspelers net even iets harder worden aangepakt. Als ik kijk naar iemand als Kukcu, dat is ook een lievelingetje van mij. Die wordt regelmatig verguisd. Maar de Noor Arsnes met het haar van een 40-plusser is meteen fantastisch. Dus het is ook altijd... Hetzelfde kapper als Arno Vermeulen? ja. Dat zit bij jullie in de aard volgens mij. Bij ons is dat namelijk niet. Wij hadden mannen als Linskens en Bjorn van der Doelen. En die gewoon op maandag weer de post komen bezorgen. Nou, maar die types vinden wij weer wel mooi. Maar bijvoorbeeld de Kukcu's en de Van Persie's. Ik weet dat Van Persie doorbrak. Nou ja, dat is het grootste talent van de afgelopen 40 jaar. Ging ook niet vlekkeloos, hè? Nee, dat was toch een beetje... Ja, hij moet niet een te grote bek hebben. En, dus het hangt een beetje van af welke types er doorbreken. Maar inderdaad, de Bjorn van der Doelen zouden bij ons ook helden zijn geweest. Theo. Boom Boom Theo. Theo. Deze ook. Wij hebben een Hubbach hooligan. Laten we even zeggen, over hooligans gesproken. Wie heeft nou het meeste last straks van dat de stadions leeg blijven? Want op het moment van opnemen is het zo dat er nog misschien een kans is dat 3 weken sowieso geen wedstrijden komen van de KNVB. Want die denken dat het na 3 weken wel weer kan. Ik denk ook dat ze na al die rellen er allemaal in de politiek best wel blij mee zijn eigenlijk. Ja. Dat ze eventjes op de pauzeknop hebben kunnen. Ja, maar ik denk dat als je ze nou weer te lang ophokt, dat je straks gaat de playkop weer aan en dan krijg je hetzelfde gezeik nog een keer. Ja, en de vraag is natuurlijk als je 2G krijgt, dat volgens mij... Dat is misschien generaliseren, maar ik heb zo'n idee dat onder voetbalsupporters de vaccinatiegraad wat lager is. En als dat 2G komt en die jongens mogen niet naar binnen. Ik denk het niet. Wat? Ik denk dat er vanaf het moment dat ze bij de voetbal naar binnen komen met een corona-check, dat er heel veel zijn die gewoon gevaccineerd zijn. Ik denk dat je ervan staat te kijken. Ja, ik denk dat het hoger is dan het landelijk gemiddelde. Hoger dan Urk sowieso. Ja, dat... maar dat is alles, hè? Nou ja, ik wou even een suggestieve suggestie doen over rellen. Over rellen en stadions die worden ingedrukt. Nee, hooligans zijn geen wappies. Jullie... Nee, maar wie denken jullie... Nee hoor. Maar wie denken jullie dat het meeste last heeft van... Omzet technisch FC Twente. Dat...
Ja. Dat is die biertap niet, ja. Die daar. Ja, het is echt zo. 3 wedstrijden is een miljoen wat er aan kosten is. Qua losse verkoop, qua eten en drinken en dat soort dingen. Dus, een miljoen? Ja. Jullie zuipen €333.000 weg per wedstrijd? Nee, maar er zijn ook, het is niet dat er 30.000 30.000 ja-kaarten zijn. Hè? Kijk, de ja-kaart die is wel verkocht, maar er wordt per wedstrijd ook losse kaarten verkocht. Hij heeft ook over kaartverkoop. Er wordt alles, er wordt ook wat gegeten en zo. 3 wedstrijden is ongeveer 1 miljoen omzet weg. Ja, 3 wedstrijden, je hebt geen 3 thuiswedstrijden natuurlijk, hè? Nee, dat is ook zo. Maar zo werd het op zijn snelst uitgelegd. Volgens mij hebben we namelijk Feyenoord thuis, maar we hebben ook nog een bekerwedstrijd thuis tegen Feyenoord, hè? Ja. Oh, dat is wel echt zuur, hoor. Als je al een clubje bent wat gewoon zo echt financieel zo al ik denk dat gewoon de verburging ligt, dat je gewoon 3 uitwedstrijden of 3 thuiswedstrijden doorheen in het schema hebt. Oh, dat is... Jawel, dan zie je die al zo penningmeester echt zo. Oh, nee. Ja, maar het is voor ons toch ook. Ik bedoel, en gewoon de... supporters, de Twente Feyenoord is nu een zondagmiddagwedstrijd om 2:30. Ja. Daarvoor hebben we de ja-kaart. Ja. Dus ik denk dat, ondanks dat financieel, maar dat is voor elke ondernemer, dat is ook voor het evenement wat weggeschrapt wordt. Het is heel erg voor de bezoekers die niet naar het evenement kunnen, maar het is ook voor diegene die afgelopen zaterdag in Enschede was een evenement waarvoor €35.000 aan materiaal was opgebouwd. En je kunt daar zaterdagmiddag met je busje naartoe om het weer af te brengen. Daar ligt de pijn natuurlijk, maar het is voor supporters toch gewoon kut. Ja, maar wat, want even los van het financiële. Ik denk dat ze bij PSV missen ze het publiek niet, toch? Of... Wat is dit nou weer voor een kutopmerking? PSV, kom mooi, PSV, kom op, PSV. Jij hebt het zelf vaak genoeg gezegd. Boom. Nou, ik denk wel dat de spelers van Feyenoord iets relaxter zijn als ze een keertje naast schieten. Als ze die 10.000 van die capuchonnen op. Nou ja, het is wel zo dat er wel bij elk stadion mis je gewoon supporters. Nee, dat is zo. En ik denk dat de combinatie, want dat was laatst ook in de krant, voetballers die corona hebben gehad veel langer uit vorm blijven. Doordat ze lichamelijk minder sterk zijn. Ah, maar dat is de reden dat Billy blind. Ja. 15 jaar corona schijnbaar. Ja. Nee, maar het is wel... Ik denk wel dat dus door het hele corona... Of je het nou op het veld hebt, of ernaast... Of door de maatregelen en zo... Wij hebben hier de voetbalpodcast... Dus moeten we daar tot beperken, denk ik. Maar dat is wel, daar word je wel weer door geraakt. Dus ik snap... En ik denk ook dat over 3 weken... Ik denk, dit is dat winterprobleem gaan we nou toch weer krijgen, maar... Ja, ik snap wel dat de intentie is om het te gaan verplaatsen. Omdat je het weer zonder publiek doet, ja. Nou, en dat... Dat over 3 weken voorbij is? Dit gaat echt... Nee. Door tot februari, maart, hoor. Dus we zullen weer moeten beginnen uiteindelijk. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Thijs. Ik zag Twente Feyenoord daaronder vallen. Ik was er niet rauwig om. Nee, voor jullie niet, omdat wij hebben ze echt nodig ook. Ja, nou, nee, maar het is een fanatieke, er staat veel spanning op die wedstrijd. Ja, ik denk om half 3. Go Ahead Eagles ook wel last gaan krijgen, dat soort clubs. En ik denk eerlijk gezegd dat bij Feyenoord is sinds dit seizoen dat er weer publiek bij mag, draait heel lekker. Dus wij gaan ze echt wel missen, hoor. Jij valt er mij op aan dat PSV zullen ze het publiek niet missen. En jij bent nu blij als jij naar een speelschema kijkt. Oh yes, we spelen tegen Twente zonder publiek. Hoe treurig sta je dan bij je eigen club? Dat je dus al blij bent. Oh, dan mag je geen publiek bij. Oh, dan maken we een betere kans. Dat is maar dat is... Nee, maar dat is nou weten... Alleen meer hoor. Nee. Realistische clubliefde is dat. Het is realistische clubliefde. Dat is weten waar je zwakte ligt. Na de milieutop heeft Tim zich uitgesproken dat kijk, als dan Twente uit geen publiek is, dan krijgen ze geen bierdouche. En dat betekent dat je dus kunt besparen op het wassen van de shirtjes. Het is allemaal voor het milieu. Ik moet trouwens zeggen dat ik las even een shout-out naar Kein Galoe. Ik was die podcast aan het luisteren. Ze hadden dessus
in de podcast daar. En die had in het de uitzending? Die... Of, in de uitzending, ja. Of alleen op het, kwam je op het einde... Nee. Hij heel de podcast was... Van wel jammer. 92e minuut kwam hij even. Nee, maar Dessus, die zei daar over die bierdouche die hij kreeg tijdens PSV. Dat hij zei, ja, maar dat hoort erbij. Een bierdouche, dat moet kunnen. Dat vond ik wel voor hem spreken. Dat hij zei van, ja, maar dat hoort er een beetje bij. Maar ik denk dat... Ja, ik denk wel. Ik kijk ook met grote vrezen naar 19 december. Dat is toch Feyenoord Ajax op het programma. Ik ben toch bang. Nou, je weet zeker dat je hem verliest als je zonder publiek bent. Dat idee heb ik. Maar, dan mag het wel weer het publiek er wel weer bij. Dan komt het je beter uit als er wel publiek bij zit. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik ben toch eerlijk daarin. Ja. Dat is eerlijk. Nee, maar ik zeg toch eerlijk dat Feyenoord denk ik het meest... Nou, ik zeg niet... Ik weet dat Feyenoord er last van heeft als er geen publiek bij de wedstrijden is. Nee, maar misschien kun je dat gewoon gaan afspreken. Als jullie daar kampioen willen worden. Dat jullie bij de uitwedstrijd zonder publiek. En dan mogen ze er thuis wel bij. Ja. Nou, ik denk maar wat heel is er reëel. Mis mee? Dat beleid verandert ook gewoon. Ja. Ja, maar ik denk... Ja, ja, jongens. Ik probeer een vraag op te werpen. Wie denken jullie dat er het meeste last van heeft? Nou, er wordt heel cynisch op gereageerd. Nee, maar het is zelf heel jammer. Dit is niet oké. Okay. De voorzitter van de veiligheidsregio's vindt heel goed dat de restaurants dichtgaan. Hij heeft hem wel eens gezien. Die film vult in zijn eentje een hele camera. Ik vind het ook heel goed van hem dat de restaurants dichtgaan. Maar niet van de rest van Nederland. En dan vind ik het toch wel even dacht dat die Hugo de Jonge bij hun op de tribune zit. Volgens mij is dit allemaal een plan. Zijn er mensen die Casa de Papel kijken? Casa de Papel? Gaan je het uit te spreken moeten. Ik wist het ook Casa niet. Casa de Papel, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar ik heb het laatste seizoen nog niet gezien. Nee, maar er zit één zo'n gast in Palermo, die lijkt echt sprekend op Hugo de Jonge, zonder baard. Ja. Is die homoseksueel? Ja, Hugo. Hij had stoerdere schoenen. De irritatie was volgens mij deze hele uitzending. Ja, Nederlands elftal was de irritatie op zich. Was de irritatie op zich deze week. En laten we naar de mooie dingen in het leven gaan. Wilco, de ode deze week is die voor jou. Ieder nieuw WK kopen hele volksstammen de duurste televisie die hun budget toelaat. De kinderen gaan waarschijnlijk toch niet studeren en bovendien maakt geld niet gelukkig. Wat ons wel gelukkig maakt is het winnende doelpunt in high definition 8K Super Dolby Surround op een scherm bekijken. Dat zo groot is dat je er 3 uur over zou moeten doen om de krenk te kunnen behangen. Oké. De stroomrekening is in 1 keer 3 keer duurder, de stoppenkast maakt een gek geluid en iedere keer als je dat nieuwe high-tech entertainment system aanzet, gaat de zeespiegel 1 centimeter omhoog en valt er een GroenLinks-stemmer dood neer. Maar ja, die omhaal in levensechte kleuren pakken ze je nooit meer af. Maar dat doelpunt is niet de hele wedstrijd. Menig wedstrijd blijkt voor 90% uit saaie muk te bestaan. Een lullige zwalbe hier, een beetje tijdrekken daar, een scheidsrechter die als een opeen presentator naar zijn oortje luistert of er wel of niet een grote teen buiten spel stond. Live naar voetbal kijken gaat boven alles. En ja, op tv zie je alles picobello. Maar als iemand die nog wel eens in de auto zit om naar zijn werk te gaan, terwijl er een wedstrijd op is, wil ik een lans breken voor voetbal op de radio. Ik wil een dikke veer in de kont van al die onzichtbare commentatoren steken die de wedstrijd op de radio tot leven brengen. Ik weet zeker dat Ajax Go Ahead Eagles een stuk leuker was op de radio dan op tv. En dat weet ik omdat ik de eerste helft op de radio heb gehoord. De radioverslaggever moet ook het saaie balletje breed en het blessureleed dicht lullen. En een goed radiocommentaar maakt de wedstrijd een stuk spannender dan de werkelijkheid. Radio is het theater van de geest. Bij alles wat je hoort op de radio vorm je je eigen beelden bij. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij mij is dat beeld altijd beter dan wat ik later op mijn Ultra HD breedbeeld Ambilight terugzie. Iedere keer als je het waanzinnige doelpunt van Bergkamp tegen Argentinië in 98 terugziet op tv, dan hoor je Jack van Gelder schreeuwen: Bergkamp! 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 Dat commentaar en die beelden zijn in ons collectieve geheugen onlosmakelijk met elkaar verbonden. We waren erbij en we herinneren het ons allemaal. Maar niets is minder waar, mensen. Het tv-verslag werd helemaal niet door Jack van Gelder gedaan. Dat is er later een keer ondergemonteerd. En het is nou eenmaal veel leuker, omdat het radiocommentaar was. En dat commentaar is bij iedereen blijven hangen. Radio maakt de saaiste wedstrijden leuk, de beste wedstrijden beter en geeft kleur aan de mooiste momenten waar de duurste tv een puntje aan kan zuigen. Nice.
ik wil niet zeggen, vroeger is alles beter, maar vroeger had hij de magie van radio. En een goed radioprogramma, dat ging in je hoofdzin. En nu wordt alles voor ons, de beeldjes worden geplakt. Ik zeg altijd, een theatervoorstelling maak. Ik werk helemaal niet zoveel met decor, want elk decorstuk is het invullen van het verhaal wat ik vertel aan de mensen. Als ik het over mijn zolder heb, laat de mensen maar invullen hoe die zolder eruit ziet. Dat is toch ook de kracht van een boek. En dat is wat jij eigenlijk nu ook vertelt met je column. De kracht van radio is gewoon, je bent er niet bij, je ziet het niet. En hij maakt het zo spannend. Ja, ja, ik kom uit de tijd dat je nog geen, jullie ook, dus dat je geen live voetbalwedstrijden had op tv. Dat was er gewoon niet, dus dan had je radio. Precies. En had je bij Radio Rijnmond had je Hans van Vliet. En Hans van Vliet kon een wedstrijd heel spannend maken. Als je later keek, dacht je, ja, maar is dit nou die bal die net naast gaat, die de cornervlag notabene raakt? Is dat die bal dat je achteraf dacht, ja, maar dit was helemaal geen spannende wedstrijd. Dat is toch met elke bal die naar de 16 wordt geschoren. Oh. Je zo van, en daar zijn ze bij, is dan deze aanval, is dat deze? En dan kijk je terug, ja, de bal is net bij het middenveld. En dat is, ja, wie kan een potje Jeu de Boele nog spannend krijgen? Laten we hiermee afsluiten. Maar voor nu geldt zeker, heb je ervan genoten, deel, like, subscribe. Heb je er niet van genoten, deel, like, subscribe. En laat vooral comments achter, want dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Ik wil hartelijk bedanken de mensen die hier weer aan meegewerkt hebben. Wilco Terwijn, joe. Thijs Kemperink, Rob Schepers. Mijn naam is Tim Hartog en graag tot de volgende keer. Doei! Ciao.